Het gebouw dat had gediend tot huisvesting van bejaarden werd verbouwd tot vak- en huishoudschool. De gracht in de Ten Hagestraat en de slotgracht rondom Ravensdonk werden gedempt. 1932. In dit jaar werd de arme jongensschool verbouwd tot een infectieafdeling. Aangezien er geen directe verbinding was tussen de bovenverdieping van die school en de kinderafdeling, werd een houten luchtbrug aangebracht. Te midden van de fruitbomen verrees een sorrieschool. Bij de ingang in de Jan van Lieshoutstraat kwam de administratie in een aparte kamer waar als eerste econoom zuster Catharina de scepter zwaaide. Op 5 juni 1932 werd de naam van het ziekenhuis veranderd in Rooms-Katholiek Binnenziekenhuis van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. 1936. Om plaats te maken voor de nieuwe vleugel werd het zusterkerkhof overgebracht naar het Sint-Catharina-kerkhof in de stad. Op de vrijgekomen plaats werd de nieuwe Sint-Vincentiusvleugel gebouwd. Een gedenksteen herinnert aan die gebeurtenis. De rijke jongensschool werd verbouwd tot verpleeghuis voor mannen. Ook het laboratorium vond hier een plaats. Op de vroegere speelplaats kwam een werkplaats voor de technische dienst. De zwarte pijl links geeft deze technische dienst aan. In het midden, onderaan, het doktershuis aan de Ten Hagestraat. Rechts bovenaan de nieuwe Sint-Vincentiusvleugel. Aan de Jan van Lieshoutstraat werd het koffiehuis, voorheen gereformeerde pastorie, aangekocht ten behoeve van het jeugdwerk van de Sint-Catharina-parochie. Het pand kreeg de naam Mariahof. Dit is de achterkant van Mariahof. Tegen het middaguur van Sinterklaasdag 1942 werd het ziekenhuis getroffen door 2 bommen tijdens een Engels bombardement op de Philipsfabrieken. Er vielen doden, 18 patiënten, 5 religieuzen en 3 leerlingverpleegsters. 1 bom viel op de binnenplaats tussen de huishoudschool en de lagere school. Daags tevoren was de bovenverdieping voor hulpen in de huishouding klaargekomen. De tweede viel in de tuin bij de ziekenzalen voor vrouwen. 1943-1949. In 1943 werd de verwoeste afdeling bij de kapel weer opgebouwd. De patiënten van de mannenafdeling aan de Ten Hagestraat werden overgebracht naar de herstelde gebouwen bij de kapel. De kapel werd uitgebreid met een zijbeuk. Voor de huisvesting van de artsenassistenten huurde men het pand Hoppebrouwers aan de Ten Hagestraat, waar ook een kamer werd ingericht voor het vergaderen der regenten. De leeggekomen zalen van de mannenafdeling werden bestemd voor de kraamafdeling. Tevens werd de kraamafdeling uitgebreid met klassenverpleging. 1954-1957. 1 maart 1954 is een datum van historische betekenis. Aan de zojuist opgerichte stichting Rooms-Katholiek Binnenziekenhuis van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, werden door het Rooms-Katholiek Parochieel Armbestuur de gronden en gebouwen van het klooster, scholen en ziekenhuis overgedragen. Voortvarend begon men aan een groot uitbreidingsplan. Het Maria-paviljoen werd gebouwd. Hierin kwam de gynaecologische afdeling. Natuurlijk hadden wij toen ook airconditioning. De parkeerruimte werd vergroot door aankoop van het perceel Lucassen. De Montessori-school werd afgebroken en er verrees een nieuwe vleugel aan de Vestdijk. Een wachtlokaal werd gebouwd tussen de kinderafdeling en de nieuwe Vestdijkvleugel. Voor de bevordering van de rust op de mannenafdeling werd de zijbeuk van de kapel opgeofferd aan een doorgang om de afdeling heen. De pilaren en bogen zijn nog in de muur te zien. 1963-1966. Het jaar 1965 is het jaar van het afscheid van de Zusters van Liefde.
Vanaf dat jaar kwam de gehele verzorging in handen van leken. Ravensdonk werd van de gemeente gehuurd ter huisvesting van de rectoris en voor vergaderruimtes van het bestuur. Op het terrein van Ravensdonk stond vroeger het kasteel van Eindhoven. Ravensdonk is in 1944 nog hoofdkwartier geweest van prins Bernhard, als bevelhebber van de binnenlandse strijdkrachten. Tijd is gebleven. De nieuwe barak voor klassenpatiënten die in de zomer tijdens warme dagen met sproeiers kon worden afgekoeld. De kraamafdeling werd verder uitgebreid met klassenverpleging. De mannenafdeling werd vergroot. Ten laatste werd een aparte barak voor de eerste hulp gebouwd. Dit is de historie van het binnenziekenhuis. Men besluit het ziekenhuis niet verder uit te breiden. Een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd in Wonsel. Wij gaan nu zien hoe in het oude binnenziekenhuis onder de gegeven omstandigheden gewerkt is. Aan de Vestdijk staat Huize de Vest. Hierin was de laatste jaren de administratie van het ziekenhuis gevestigd. Is de ingang van het ziekenhuis met de telefooncentrale die maar net genoeg ruimte laat om de knoppen te bedienen. Ogenblikje, hoor. Met de binnenziekenhuis, goedemiddag. Nou, het gaat wel een heel eindtal, ja. Momentje, ik zal u doorvinden, hoor. De praktijk van elk uur, van elke dag. Een moeder wil met haar kind naar de polykliniek van de kinderarts. Eerst zoeken, lang zoeken naar een onbezette rijwieltegel. Van de twee klapdeuren is nooit open geweest. Geen mens weet waarom. De portier heeft beide handen nodig om uit te leggen hoe er te komen. Ze moeten buitenom weer de Vestdijk op. Bij Ravensdonk de hoek om.
Ze boffen dat het nu goed weer is. Op de juiste plaats.